gaat veranderen. Aanstaande maandag is het Kamerdebat over de oorlog in Oekraïne. Met de fractievoorzitters, niet met de buitenlandwoordvoerders, zegt ook al iets. Nou ja, daar zal Forum dus waarschijnlijk wel verschijnen. En we zullen dat zijn dan de momenten waarop je het gaat zien of ook dit probleem nu anders gaat worden aangevlogen. Ik wil even de persconferentie van gisteren erbij pakken, want er was een interessante 1-2 tussen jou en onze premier. Laten we daar even naar luisteren. Meneer Rutte, u zei net dat Poetin zijn geld voor een belangrijk deel verdiend heeft door een greep in de staatskas te doen. Ik zei dat daar sterke aanwijzingen voor zijn. Ik heb zelf geen bewijzen. Maar u weet het dus niet, want ik vroeg namelijk af wanneer is dat besef ingedaald bij u, want ik heb dat nog nooit u horen zeggen in eerdere situaties. Nee, dat doe ik ook niet, omdat het natuurlijk normaal gesproken ook niet netjes is om vermoedens over collega-regeringsleiders hier met u te delen. Maar sinds die regeringsleider de grootste Europese grond- en luchtoorlog is begonnen, sinds de Tweede Wereldoorlog, voel ik me daar iets vrijer in. Ja, wat dacht je toen en wat denk je nu? Nou, ik vond het zo'n merkwaardige passage in die persconferentie. Hij begon opeens helemaal uit de losse pols. En heel veel over dat Poetin steenrijk is. Ze gaan nou zijn tegoeden bevriezen. Hè? Ja. En dus Rutte zegt van nou, dat is wel leuk als we dan zijn tegoeden bevriezen. Dan kunnen we ook eindelijk een keertje kijken wat er nou in zijn portemonnee zit. En het is namelijk zo, er zijn geruchten dat er een percentage is van elke deal die de Russische overheid sluit, gaat er een percentage naar de privérekening van Poetin. Ik vraag aan Rutte van wanneer is dit besef nou eigenlijk bij u ingedaald? Want wat is het nou? Dat de Nederlandse regering kennelijk op het standpunt staat dat deals met Rusland betekenen dat er privégeld. We hebben nogal wat. Ook de staat heeft nogal wat deals gesloten. We willen dat geld terug. En dan begint hij een beetje terug te komen. En dan begint hij dus over ja, nee, maar dat. En dit wat hij dus hier zegt, is echt hilarisch. Dat hij dus zegt van ja, normaal gesproken ben je wat beleefder met je collega's in het buitenland. Maar als je in de oorlog begint, dan ga ik ook over je roddelen. Een faux pas, een onhandigheid. Een onhandigheid die hem eigenlijk zelden overkomt. Of zou je het zo typeren? Onhandigheid? Nee, dit was bewust, geen. Joh. Lijkt me bewust juist. Nee, dit is geen onhandigheid. Die man staat echt wel aan. Die weet echt wel wat hij aan het doen is. Die weet ook wel dat er. Dat nou, dit, dus operatie beschadiging Poetin. Ik vroeg me dus ook heel erg af. Ja, we zouden het qua tijd niet over hebben. Maar ik ga het toch vragen aan je, Laurens. Het moment bij Jinek. Dat hij dan halverwege toch besluit te vertrekken. Omdat het te ongemakkelijk is om daar te zitten. Omdat Oekraïne net was binnengevallen door Rusland. Ik kon het niet laten om te denken. Ik bedoel, je hebt die speech gehoord. We hebben later bij Op1 natuurlijk heel veel mensen gesproken. Die zeiden van ja, Nederland wist echt wel wat eraan zat te komen. Hè. Door inlichtingendiensten wisten we echt wel dat het wat groter zou zijn dan alleen een operatie in Donbass. Waarom is dat een onhandigheid dat hij daar dan toch gaat zitten? En denk je dat iemand dan tegen hem heeft gezegd, zijn woordvoerder, luister Mark, ze gaan helemaal los op Twitter. Ja. Het is niet zo handig voor je op dit moment om hier te blijven zitten. Wat gebeurt daar achter de schermen? Ik dacht zelf eigenlijk van, het is eigenlijk wel heel verstandig van hem dat hij die afspraak door laat gaan. Want dan kan hij daar namelijk meteen ook zijn staatsmanrol even pakken. Wel een beetje goedkoop hoor. Het is wel politiek natuurlijk. Dus dat is, soms is dat gewoon goedkoop. En hij heeft ook een campagne. Hij begon op die dag zijn VVD-gemeenteraadsverkiezingencampagne. Interview in het AD. En dit stond gewoon gepland. En hij zat er dus heel gezellig over. Zijn saap. Nou, dat hebben we gezien op Twitter inderdaad. Saapje. Maar het sloeg natuurlijk helemaal op het verkeerde moment. Omdat ondertussen, terwijl hij daar sprak, er een oorlog begon. Precies. Ja, en ik had dus eigenlijk verwacht dat hij dat hele saapje verhaal niet zou houden. Maar dat hij gewoon het zou hebben. En dat hij daar meteen het podium zou pakken van een Europese regeringsleider. Dat deed hij niet. Maar Laurens, alleen al het feit dat in deze tijd, met wat er aan zat te komen, we wisten het allemaal, dat er een of andere spindokter tegen Rutte heeft gezegd, joh, je moet even over het saapje van je beginnen. Ja. Ik bedoel, dat alleen al. Daar word ik zo woedend over. Ja, laten we die woede even proberen te kalmeren bij jou, Wiert. Toch nog even de kranten bijpakken. Maar hoe